Ja, zo klonk het vanochtend vroeg in Moskou. Een zwerm drones vloog over de Russische hoofdstad. Het zou gaan om 8 drones, maar waar ze vandaan komen is vooralsnog in nevelen gehuld. Moskou wijst naar Oekraïne, maar de aanvallen zijn nog niet opgeëist. En wij vroegen onze Rusland-correspondent Joost Bosman op dit moment in Moskou, eerder in de uitzending, hoe het daar nu is. Ik ben vanmiddag naar een locatie geweest waar een van die drones tegen een flatgebouw is aangekomen. En ja, er zijn de meningen vrij verschillend. De een zegt van, nou ja, we zijn nergens bang voor en laat dit maar gebeuren. En wat kunnen ze ons nou maken? Andere mensen zijn toch echt wel geschrokken. Maar ja, ook gelaten, want weten ook niet zo goed wat ze moeten doen natuurlijk. Grote vraag, van wie komen die drones? Wij nemen de verschillende scenario's door met defensiespecialist Peter Weininga van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies en drone-dokter Mark Voskuil, hoogleraar Wapen- en Luchtvaartsystemen aan de Nederlandse Defensieacademie. Welkom allebei. Dankjewel. Peter, goedemiddag. Dit is voor het eerst dat een vrij groot aantal drones Moskou heeft bereikt. Ja, wat is dan precies het verschil met die drones die we eerder deze maand, begin deze maand, boven het Kremlin zagen en die uit de lucht zijn geschoten? Nou, het aantal natuurlijk. Het waren er 2 of 3, geloof ik, de eerste keer. Dat leken toch wel wat kleinere drones te zijn. En ik heb een ervan zien exploderen. Dat vond ik nou niet een geweldig indrukwekkende explosie. Ik denk dat we wat we vanmorgen hebben gezien. Ik heb beelden gezien van 2 drones. Dat het toch een stuk professioneler uitziet. Dat zijn toch echt wel redelijk geavanceerde drones. Het ontwerp is ook totaal anders. Dus ja, dat geeft wel aan dat hier iets waarschijnlijk een andere organisatie achter zit. Okay. Mark Voskuil, ja, een drone-dokter, die kijkt natuurlijk frame voor frame naar die beelden vanmorgen. Wat is dan de diagnose? Ja, inderdaad. Het is lastig te zien aan die frames wat je precies ziet vliegen. Hè, want het zijn heel wazige beelden. Maar als je de verschillende media moet geloven, het lijkt wel overeen te komen met de beelden. Wordt er gesproken over een UJ-22-drone? Nou ja, dat zegt je waarschijnlijk niet. Nee. Maar voor de mensen thuis, ja, het is eigenlijk een soort van schaalmodel van een klein sportvliegtuigje. Okay. Zo ziet het er ongeveer uit. En dan heb je het over een drone van zo'n 4 meter spanwijdte ongeveer. Die pak een beet zo'n 800 kilometer kan vliegen. Dat is groot. Het is best een serieus toestel. Ja. Ja. En op die beelden, hoewel dus wazig, kon u niet zien wat voor soort fabrikant daarachter zit bijvoorbeeld? Of wat voor soort type het is? Nee, dat is heel moeilijk te achterhalen op zulke korte termijn. Maar als we ervan uitgaan dat die berichten kloppen, dan is dat een type dat wordt geproduceerd door een van de fabrikanten binnen Oekraïne. Okay. Dus Oekraïne schaft eigenlijk vanuit verschillende landen allerlei drones aan. Variërend van commerciële drones tot meer militaire, zeg maar de echte de drones. Die proberen ze op zoveel mogelijk manieren in te zetten. Ja, dit is nu een nieuwe manier die we zien. En Peter, is dat ook jouw conclusie? Ja, ik denk dat er. Kijk, als je kijkt naar de drones en naar de aanvallen die zijn uitgevoerd, ook het aantal. Je kunt spreken van, nou ja, een zwerm is misschien te sterk uitgedrukt, maar toch wel een golf. Een aantal drones die vlak na elkaar, of misschien wel tegelijkertijd, boven Moskou hebben gevlogen. Dan is daar een redelijk, technisch ontwikkelde gebruiker aan het werk geweest. Drones die ontwikkeld zijn, gebouwd ook, en mogelijk misschien wel gelanceerd vanuit Oekraïne. Dat is absoluut een van de scenario's. Peter, ja, Oekraïne ontkent alle betrokkenheid bij de aanvallen, net zoals eerder deze maand. Hoe geloofwaardig vind je dat? Nou, frappant is dat Oekraïne vanmorgen wel reageerde bij wijze van een woordvoerder van Zelensky. Die eigenlijk aangaf dat hij zeer in zijn nopjes was met deze gebeurtenis. En dat hij aangaf dat er waarschijnlijk nog meer gaat volgen. Dus dat is wel frappant, want ja, als Oekraïne er niet achter zit, hoe weet je dan dat er nog meer gaat volgen? Dus het is een beetje lastig. De drones zijn waarschijnlijk in Oekraïne geproduceerd. Dat kan betekenen dus dat Oekraïne ze zelf heeft gelanceerd, of het een derde partij heeft laten doen. En dan denk ik bijvoorbeeld aan die milities die bestaan uit gedeserteerde Russen, die ook af en toe Belgorod beschieten. Of, ja. En al 2 keer een soort inval in Rusland hebben gepleegd. Voorzien zijn van Amerikaanse spullen. Dus waarom zouden ze ook niet voorzien worden van Oekraïnse drones? Dus dat zou kunnen. Wat je niet helemaal kunt uitsluiten is natuurlijk dat het binnen Rusland zelf is gebeurd. Misschien door partizanen die via
zeg maar aan Oekraïnse drones zijn gekomen. Dus er zijn verschillende opties wat dat betreft. En Mark, heeft de Oekraïne beschikking over dit soort type drones? Ja, ze hebben eigenlijk beschikking over verschillende soorten. Nou, in de technische termen heet het loitering munitions, maar dat zijn die kamikaze drones. Dus die zijn ontwikkeld om gronddoelen aan te vallen en rond te hangen in de lucht. Ze hebben van Poolse makelijen die drones, ze maken ze ook zelf. Er zijn berichten dat de Amerikanen ook geleverd hebben in het verleden. Dat heb ik niet teruggezien, maar dat hebben ze zeker, ja. Ja. En Peter, nog even over die scenario's. Hè. Er wordt natuurlijk heel erg druk gespeculeerd op zo'n dag als vandaag. Oekraïne, ja, ik hoorde niet een keiharde ontkenning, maar het is ook zeker niet het opeisen van die aanval. Wat kan het nut dan zijn? Nou, ik denk vooral door die onzekerheid ook een beetje angst proberen te zaaien onder de bevolking van in dit geval Moskou, maar dat spreidt zich natuurlijk uit over het land. Het frappante is wel dat een van de Duma-leden, het parlement van Rusland, heeft gezegd dat de Russische burgers nu goed moeten beseffen dat ze het doelwit van aanvallen kunnen zijn. Dat de oorlog inderdaad hun ook zeg maar thuis kan bezoeken. En dat voegt natuurlijk wel toe aan de spanning die mogelijk in Rusland gaat ontstaan omtrent dit soort aanvallen. Het is ook frappant dat de aanval niet in de nacht plaatsvond, zoals de vorige aanval, maar gewoon bij daglicht. Ja. Dus burgers hebben die dingen kunnen zien vliegen. En dat zou mogelijk tot angst kunnen leiden. Zeker als je dan ook nog moet speculeren over wie het heeft gedaan. Ja, en zou het dan kunnen, als angstzaaien ook een beetje het doel is, dat Poetin er zelf achter zit, dat dit dan zo'n zogenoemde false flag operatie is? Ja, ook dat mag je niet helemaal uitsluiten, inderdaad. Kijk, zo'n false flag kan twee dingen tot doelstelling hebben. Deels richting Oekraïne zelf. Ze de beschuldigen en een voorwendsel creëren om weer harder terug te slaan. Nou, denk ik dat ze dat voorwendsel helemaal niet nodig hebben, want ze zijn de laatste weken eigenlijk al behoorlijk bezig met Oekraïne te bestoken. Maar het kan natuurlijk ook ten doel hebben om de eigen bevolking angst aan te jagen en daarbij te wijzen op de verantwoordelijke, dat is Oekraïne of het Westen. Ja. En op zo'n manier de bevolking toch meer klaar te stomen voor bijvoorbeeld een volgende mobilisatiegolf. Ja, maar Rusland heeft nog nooit verlegen gezeten in het afgelopen jaar om een rechtvaardiging voor hun aanvallen. Dus aanvallen doen ze toch wel. Precies. Nee, precies. Maar ik denk dat de Russische bevolking, en dat is ook wel breed geconstateerd, dat de oorlog toch te veel op afstand voor hun zich plaatsvindt. En dat ze er niet zo dagelijks mee bezig zijn. Behalve dan als ze naast een, zeg maar, sneuvelen in de strijd in Oekraïne. Daar komt het allemaal even heel hard binnen. Ja. Maar voor de rest is de Russische bevolking niet zo echt met die oorlog bezig. En Mark, als we dan even inzoomen, hoeveel schade kan je nou met zo'n drone aanrichten? Dat ligt er dus een beetje aan wat voor formaat drones je het hebt. Maar die types waar we het net over hebben, dan moet je denken aan ongeveer een explosieve lading in de orde van 15 à 20 kilo. En dat, stel, je schiet dat op een flatgebouw, wat gebeurt er dan? Het is ook de vraag of ze daadwerkelijk op dat flatgebouw hebben gemikt, of dat die bijvoorbeeld door middel van stoorzenders is uitgeschakeld en naar beneden is gekomen, of dat de brandstof op was, of dat het brokstukken waren. Dus de intenties daarvan weet ik niet precies. Dat geeft een flinke klap, maar het is ook weer geen enorme ontploffing. Ja. En Peter, ja, een algehele mobilisatie, daar wordt over gesproken, of althans dat zijn geruchten, als antwoord op deze drone-attacks. Ja, wat zou dat betekenen? Ja, kijk, dat betekent dat Rusland natuurlijk er sowieso van uitgaat dat deze oorlog langer gaat duren. Dat er uiteindelijk misschien ook een respons moet komen op het eventuele Oekraïnse tegenoffensief. Zo'n mobilisatie is ook niet zomaar gebeurd. Dat betekent niet dat je meteen gevechtsklare troepen aan het front hebt. Dus wat dat betreft gaat er zeker tijd overheen. Het is ook de vraag, we zijn nu ook een beetje aan het gissen zelf, omdat we niet precies weten wat er zich afspeelt. Maar het zou kunnen dat er nog een mobilisatie komt, ja. Ja, en zie je een andere reactie van Poetin? Die logisch lijkt? Nee, hij heeft alweer verwezen natuurlijk dat de Oekraïne zeg maar hier achter zit en ook aangegeven dat er met een soort van met gelijke munt terugbetaald zal worden. Ja, weet je, dat is toch weer de bekende retorica van Poetin, die vooral, denk ik, ook bedoeld is voor zijn eigen achterban en zijn bevolking, om te laten zien dat hij niet over zich heen laat lopen. En Mark, die drones, hè, hoeveel hebben beide partijen nog in huis? Wordt dit een droneoorlog? Beide partijen hebben veel in huis, maar de gemiddelde levensduur van zo'n drone is ook
vrij kort. Kijk, zo'n kamikaze-drone heeft per definitie één vlucht. Maar de gemiddelde commerciële drone die ze ombouwen, die gaat misschien 3 vluchtjes mee. En een militaire drone een stuk of 6-7 vluchten. Dus ze gebruiken gewoon heel veel drones per dag. En er zijn ook initiatieven om continu nieuwe drones aan te leveren en te fabriceren. Dus er worden ook fabrieken opgestart in Oekraïne om die productie op peil te houden en om meer drones naar binnen te halen. Dus het kan eigenlijk nog heel lang duren? Ja, zeker. Ja. Het wordt eigenlijk een integraal onderdeel van de hele oorlogsvoering. Je kan het voor een heel scala aan toepassingen gebruiken. We zien deze kamikaze aanvallen, maar er zijn nog veel meer mogelijkheden mee. Spionage bijvoorbeeld. Dank jullie wel voor nu. Defensiespecialist Peter Weininga van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En Mark Voskuil, hoogleraar Wapen- en Luchtvaartsystemen aan de Nederlandse Defensieacademie. Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app. Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.